Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Denim Beek, Ofoer, Comma, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver. Ja, welkom terug bij Limburg Vandaag. Ja, het bekendste en exclusiefste bordeel ter wereld. Ik heb het natuurlijk over Japjum. Ja, het bordeel in Amsterdam bestaat niet meer, maar het leeft verder in de musical. Japjum. Japjum, het circus van de nacht. De heftige liefde tussen de Japjum-diva en de topcrimineel. The girls. The glamour. The gangsters. Met sensuele circusacts in de sfeer van Moulin Rouge. Japjum, het circus van de nacht. Ja, en een van de hoofdrolspelers, onder andere bekend van GTSD en voetbalvrouwen, heb ik aan de telefoon. Het is Bas Muis. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Met je eerste hoofdrol en in een musical. Ja, het is inderdaad mijn eerste rol in een musical. En het was ontzettend leuk te doen. Wel heel anders dan het tv-werk dat ik tot nu toe gewend was. Ja, en ik heb gehoord dat je maar, niet eens auditie hebt hoeven doen voor die rol. Hoe kan dat? Nee, dat klopt. Ja, dat weet ik ook niet. Henk van der Meijden, de producent, die vond mij in de rol van Italo en voetbalvrouw al aardig lijken op de rol die ik hier speel. Klaas Bruinsma in Japjum. Klaas Bruinsma is eigenlijk een crimineel in Nederland geweest. Een van de eerste grote maffiabazen. En die bedreigde op een gegeven moment de eigenaar van Japjum. Dusdanig dat hij die hele club eigenlijk moest overlaten nemen door Klaas Bruinsma. En dat waren minder tijden voor de eigenaar, kan ik je verklappen. Ja, een heftige rol voor jou om te spelen. Hoe bereid je daarop voor? Nou, eigenlijk op de rol zelf hoef je niet zozeer voor te bereiden. Je moet gewoon zorgen dat als je begint dat je goed uitgerust bent en dat je goed in conditie bent. En wat de rol van Bruinsma zelf betreft, heb ik wel veel boeken over hem gelezen en veel films over hem gezien. En ooit zelf in Japjum geweest? Nee, helaas niet. Het kan ook niet meer, want Japjum is al jaren gesloten. Nee, ik dacht misschien voorheen, omdat je een nog beter beeld zou hebben van het bordeel. Je speelt met hele leuke collega's, onder andere Richard Groenendijk en Aniek Boer. Nelly Vrijda natuurlijk. Hoe is het om met die mensen te spelen? Ontzettend leuk. Veel van die mensen hebben natuurlijk de jarenlange ervaring op de planken. En ik heb ook wel aardig wat toneelstukken gedaan. Maar een echte musical zoals dit, een echte grote productie waarmee we dus door het hele land reizen. Ja, dat is voor mij helemaal nieuw. En ik kan veel van hun ervaring gebruiken. En af en toe geven ze me ook nog wat tips en trucs voor op het toneel. Dat is altijd meegenomen natuurlijk. Ja, want hoe is het voor je stem? Je hebt van tevoren ook al veel gezongen. Maar nu, bijna avond aan avond. Ja, dat is flink pittig hoor. Mm-hmm. Ja, je stem die moet zich daar echt op ontwikkelen, zal ik maar zeggen. Net zoals je spieren in je been of in je arm kunt trainen, kun je ook je spieren in je nek en rond je stem kun je goed trainen. En dat gaat nu al beter dan in het begin, maar in het begin liep ik echt wel met een dikke keel hoor, elke avond. Oh, echt waar? Dus dan moest je echt 's ochtends goed rusten? Ja, je moest gewoon niet te veel zwerven 's ochtends en dan 's avonds, dan ging het weer prima. Maar nu zijn die spieren zo eraan gewend dat het heel normaal is en geen probleem meer oplevert. En tot hoe lang loopt de voorstelling nog? Tot eind februari. En in de hele maand februari spelen we weer in Carré in Amsterdam. En dat is natuurlijk ook logisch, want we hebben daar ook première gehad in augustus. Dus we beginnen en we sluiten af in Amsterdam, de plek waar het allemaal gebeurde. Mm-hmm. Ja, en wij komen natuurlijk ook jullie kant op, zal ik maar zeggen, naar Limburg. En dat is aanstaande woensdag en donderdag. Klopt. Ik zeg het verkeerd. In het weekend, aanstaande zaterdag en vrijdag. Oh ja, ik heb hier staan 16, 17 en 18 november. Vrijdag, ja, zaterdag en zondag in Heerlen. Ja, in Heerlen. En we staan trouwens ook nog in Venlo, in de Maaspoort. Ja, 13 december. 12 en 13 december. Ja, inderdaad, voor de voorstelling in Heerlen mag ik kaartjes weggeven. Ik mag drie keer twee kaarten weggeven. En het enige wat je er toest voor hoeft te doen is te mailen op limburgvandaag@tvl.nl. Ja, Bas, je bent natuurlijk hartstikke met je neus in de boter gevallen. Want en de hoofdrol en natuurlijk ook nog eens in Carré. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch, lijkt me. Ja, dat is geweldig. Echt de eerste keer dat ik daar stond. Het zat er nog niet eens publiek toen ik binnenkwam. Ik bedoel, wij waren daar gewoon aan het repeteren. En toen was ik al overdonderd door die zaal.
Ja, s'avonds zat er natuurlijk vol met mensen en dan weet je helemaal niet meer waar je toe moet. Maar het is erg goed gegaan allemaal. Ja, tenslotte smaakt het nog meer? Volgende rol al in gedachten? Ja, ik had het altijd erg leuk gevonden om in Soldaat van Oranje te spelen. Dat vond ik zelf een schitterend verhaal. En dat speelt ook niet zo ver af van mijn woonplaats Den Haag. Ja. Maar die musicals, die loopt nog steeds. Dus wie weet dat ik daar ook nog een keer in kan gaan spelen. Wie weet. We gaan je volgen. Heel veel plezier in Heerlen en in Venlo. Dankjewel, Bas. Oké, dankjewel. Hoi. Ja, ik ga verder naar Wilfred, want daar is hij al heel druk bezig met... Ja, hoe noem ik het? Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben nu een alternatieve deurkrans aan het maken. Iedereen die kent gewoon de ronde krans. Dit is dan de traditionele. Ja. En nu, maar dit is heel wat anders. Waar is dit van gemaakt? Dit is van een bananenblad met vintage hout. Vintage is, denk ik, zoals je nu zelf ook weet, in de mode is helemaal de bom. Dus een houtslinger zit er doorheen verwerkt. En natuurlijk de foambloemen. Waar ik het toen straks al over had. Ja, want dus dat is dus gewoon... ook echt helemaal de trend van nu. Dat is echt de trend van nu. En dat is dan, het is een hortensia, maar dan helemaal van foam gemaakt. En wat de mensen dan zeggen, ja, maar dan heb ik zoveel bloemen nodig. Nou kijk, ik heb hier een volle bloem en hier heb ik nog een bloem over en hij is al klaar. Oh, want dat haal je dan allemaal los. Ja, want laten we zien hoe dat dan allemaal, precies. Het ziet er zo kunstig uit, joh. Dank u. En er werd die net gezegd dat het heel makkelijk was, maar dat wil ik wel eens zien, hoor. Ik zeg altijd, het is gewoon een kwestie van doen. Een kwestie van doen. Maar je moet het wel kunnen, Wilfred. Nou, ik zeg altijd, de mensen die denken altijd te moeilijk na. Is dat het? Ja, dat is het echt. Het is, Maar je hebt in ieder geval een lijmpistool nodig? Een lijmpistool, inderdaad. Dat is echt het belangrijkste. Ik kijk wel uit voor de vingers, want het plakt goed. Kijk, dan is het eigenlijk gewoon overal een beetje de foam tussen plakken. Wil je hem gelijk naar kerst toe doen? Ik kan me voorstellen dat mensen hem nu eerst... gewoon zo op de deur willen hebben. En dat ze daarna met kerst een paar kerstballetjes ertussen. En je kan de kerst weer door. Inderdaad. Je kan er gewoon inderdaad alles aan en tussen hangen. Nu heb je inderdaad hartjes en bloemen. Hartjes. En dan toch weer even dat echte ertussen. Dus gewoon wel weer het mos. En daar trek je hem eigenlijk weer helemaal mee op. En dat is hetzelfde met de asparagus. Hoe heet dat? Asparagus. Aspergesgroen. Oh ja. En is dat echt dan? Of is dit ook... Het is echt. Alleen het is gespoten. Ja. Dat is dit. Het is gespoten, dus in alle kleuren is dat te verkrijgen. Is ook mooi gewoon in een boeket zijnde. Of gewoon in stukken te verwerken. Dus inderdaad wel meteen heel kerst en winter. Ja, je krijgt gelijk het kerstgevoel, krijg je er gelijk bij. En jij heb je ook al de kransen op jouw deur hangen? Nee, als je iedere dag mee bezig bent. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat zelf niet doe, maar dat mijn partner dat allemaal. Oh, echt waar? Ja, die doet eigenlijk alles. Ja, wij beginnen al heel vroeg met kerst natuurlijk. Dus die doet dat allemaal. Hetzelfde als deze krans. Kijk, het is gewoon een natuurlijke krans. Dus gewoon helemaal opgezet met mos op een standaardje. En dan ook weer even die foambloemen ertussen met de asparagus. Ja, ja, dat maakt het leuk. Ja, en dit stuk was ik toen straks mee begonnen toen ik... Nou joh, wat ben je snel. Net ben je begonnen nu alweer af. Ja, hoort ook zo toch? Jij werkt flink door. Ja, maar mensen kunnen dus ook gewoon echt leren. Die kunnen bij jullie dan een cursus. Ja, we hebben iedere zaterdag en iedere zondag hebben we sowieso demonstraties door het hele tuincentrum heen. Er staat altijd iemand bij de foam, bij de snijbloemen waar ik zelf altijd sta. Staan ook gewoon mensen en hebben mensen vragen. Dan doen we alles voor, is geen enkel probleem. Nou, wat leuk. Ja. Ja, jij gaat nog even door, hè? Je hebt nog een kwartiertje om wat. Wat ga je ik maken? Heb nog één krans. Je gaat die krans nu... Gewoon een traditionele krans ga ik daar maken. Alleen dan toch weer iets anders. Nou, misschien dat je straks even wil helpen. Zeker, ik ben de beroerste niet. Okay, dankjewel. Goed zo. Ja, we gaan verder met de knuppelen, want die is hier namelijk in het café. En die hebben dan een heel bijzonder verhaal gehoord. Blijf! Zit! Ja, Loes, wat gehoord, hè? Is in de pre-joint in opleiding, Jos. Wat is dat voor een merk? Colorfix, Jos. Het is kiek, hier een lomme kiek, hè. Die is strak en die hebt daar totaal onder controle, Jos. Ja. Blijf! En dat is een bliffer ook, hè. Een bliffer ook. Ja.
Hé, hey, wat moet dat hier? Wat is dat hier? Nou, binnen de café is er een. Daar zit een hond met twee klootzakken. En dat wil ik even zien. Ja, inmiddels zijn we mee aangeschoven Menno Hoekstra en Roelof Noorda van de band Sarah Smiles. Uit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Hoe lang hebben jullie gereden om hier te komen? Ik woon het dichterbij, denk ik. En dat is? 2 uur en 1 kwartier. En jij? 2,5 uur. Oh, dat valt nog mee. Ja, maar dat is niet binnen de tijdslimiet dan. Duitsland is geweldig. Ja, Sarah Smiles. Een band, hoe lang bestaan jullie al? Nou, wij ongeveer even lang. Maar samen als Sarah Smiles, een jaar of 2. We zijn 2 jaar geleden begonnen. Later kwam de drummer erbij, een jaar terug ongeveer. Ja. En sindsdien hebben we de cd gemaakt, ja, wanneer opgenomen. Wanneer is de cd uitgekomen? Die is uitgekomen in mei dit jaar. Ja. We hebben een cd-presentatie in heel in modern, Groningen, hè, met dit logo. Moet je scannen met je mobiel en dan? Wat krijg je dan te zien? Dan kom je op de website terecht. Op de website. En kijk, dit is ook, vind ik ook zo leuk. Dit is dus de voorkant, hè. Scannen met je mobiel. En dan zit hier binnen echt zo'n oude vinyl cd. En als je die dan eruit haalt. En als je dat weer scant, dan kom je op de teksten terecht. Want jullie schrijven alle teksten zelf? Bijna allemaal. Ja. En dat doet niet 1 persoon, heb ik begrepen. Dat doen meer van jullie. Ja, dat doen we met z'n allen eigenlijk. En dat levert nooit strijd op? Tot nu toe niet. Nee? Nee, tot nu toe niet. Wat goed. Nee, we hebben elk ons eigen invalshoek. We brengen het in de band en dan maken we daar een Sarah Smiles liedje van. Ja. Ja, en vraag ik dan toch, wie is Sarah? Wie is Sarah? Ja, Sarah is dat zijn de dames die ook op het voorkant van het hoesje staan. Ja. In de QR-code zijn allemaal Sarah's verwerkt. Dat zijn echte Sarah's. En waar hebben jullie die gevonden? Ja, Facebook en internet en iedereen die mee wilde werken, die Sarah heette, die stuurde de foto's door en vond het leuk. Hebben de liedjes allemaal geluisterd van tevoren. En die coöperatie hebben dat we dan weer geslaagd. Ja, want Sarah Smiles is een nummer van Bram Tchaikovsky, sorry. Ja. Dat is een Engelse songwriter? Dat is een Engelse songwriter. Jaren 70 heeft hij een paar hits gehad, waaronder Sarah Smiles. En dat vonden jullie zo fantastisch dat jullie dachten, laten we onze band zo noemen? De eerste naam van de band was Dreamcatcher. En toen kwam er net een album uit van een band dat heette Dreamcatcher. Dat is een metalband uit Noorwegen, geloof ik. En dan was het een klein beetje lastig om dat uit te leggen als je ook een cd uitbrengt. En we waren op dat moment toevallig bezig met het liedje Sarah Smiles. Dus 1 plus 1 is 2. En hoe zou je jullie muziek kunnen omschrijven? Nou, bij ons staat in feite het liedje centraal. We maken popliedjes, akoestische basis. Zitten vooral in meerstemmige zang. We zingen met 4 mensen ook. Ombeurten leads, harmony vocals. Ja, maar wat ik zeg, het liedje staat centraal. Dat moet goed klinken. Het moet met alleen een gitaar en een piano ook goed blijven. Mm-hmm. En daar bouwen we in feite onze muziek omheen. Maar dat lijkt me toch wel lastig. Jullie zijn allemaal muzikanten. Jullie willen toch allemaal graag op de voorgrond staan. Jullie zingen om de beurt. Dat je zegt van nou, ik wil de zanger van de band zijn. Dat is het niet? Nee, zoals we hier ook staan eigenlijk. staan we met z'n vieren voor. En de drummer die... waar is de drummer? de drummer doet ook mee. Ja, de drummer met zijn tamboerijn. Dat is een bijzonder verhaal, hè? Ja, dat is wel vandaag is een bijzonder verhaal. Ja, de drummer mag zich even omdraaien. Ik zeg verder niks. Mag je even omdraaien, dan kunnen we je zien ook. Ja, heel goed. Maar ga verder niks verklappen. Nee, maar er zit een reden achter de tamboerijn. Ja. Maar goed, eigenlijk spelen we en zingen we alle liedjes met z'n vieren. En niemand heeft het idee zo van we moeten op de voorgrond. Maar juist dat we allemaal dat delen. Is het meer sing-along versie, waardoor het ook makkelijker bij het publiek aanslaat. En de mensen zingen het ook heel snel mee. Ja, het blijft meteen hangen. Jullie mogen tweede nummer gaan zingen. Het wordt jullie nieuwe single die in november uitkomt. Ja. Jullie mogen alvast gaan First Time Alone on a Sunday morning. Microfoons mogen jullie hier laten. Dankjewel. Dan kondig ik jullie aan. En ik mocht nog een prijs weggeven.
De eerste prijs was voor de kerstjes van Jap Jum in Heerlen op 17 november. En dus midden naar Limburg vandaag uit tvl.nl. En ik heb nog een prijs, dat is aanstaande donderdag 15 november in de AC in Remuin. En wel voor Snip en Snap met hun voorstellingen Ja, dit is de revue. Het is allemaal gebaseerd op de echte revue, dus vrolijk metzingen. Hetzelfde mailadres, limburgvandaag@tvl.nl. Ja, Sarah Smiles, ze stond klaar om hun nieuwste single te kunnen zingen. First Time Alone on a Sunday Morning. It's an early Sunday morning, somewhere at the end of the year. I made another cup of coffee, and Tom waits is what I hear. This empty room is just so cold, the dark winter days are in the air. Well, I got you right in my hand, and I wonder if you really care. First time alone on a Sunday morning. Lost in a room right on my own. First time alone on a Sunday morning. Now that I'm tango. What went wrong of last year? There is more space between us, and reality might disappear. I loved you till the early morning, every day again and again and again. My heart, I do feel broken. It feels like I'm a lonely man. First time alone on a Sunday morning. Lost in a room right on my own. First time alone on a Sunday morning. Now that I'm alone. Lost in a room right on my own. First time alone on a Sunday morning. Now that I'm alone. Now that you're gone. Ja, Sarah Smiles. Dit is een album for all seasons. Dankjewel, heren. Ja, en hier staan we al, ook door de muziek, al een beetje in kerststemming. En hier zijn we ook al bezig met de kerst. Met de traditionele
kerstkrans. Ja, traditioneel, maar toch weer net iets anders. Omdat het, het is op een standaard, dus mensen kunnen het leuk voor de raam neerzetten. Nou, zie ik altijd als mensen iets kopen, dan zetten ze altijd het leuke gedeelte naar buiten neer. Dus daarom doe ik hem altijd tweezijdig. Dus dat ze de binnen- en de buitenkant wat leuks te zien hebben. Ja, want Peggy, we hebben het net gehad over het foam, dat echt een trend is. Maar ja, binnenkort kan de mensen het ook weer in een kerstboom opzetten. Volgens mij is er ieder jaar wel een soort kleur wat trendgevoelig is. Wat is de trend voor dit jaar dan? De basiskleur is zilver. En met zilver kent ze echt alles mengen. Dus ze kent ze met paars, roze, blauw, broen, zwart. Het maakt eigenlijk niet uit. Oké, alles mooi, allemaal door elkaar. Alles kent door elkaar. Bont is ook echt een thema voor dit jaar. En in combinatie met natuurlijke materialen, dat is gewoon echt een hot item dit jaar. Ja, maar ook voor in de boom iets met te doen? Ja, foam, ik heb ze gewoon in de boom tegen. Kom maar bij ons op de kerstshow bij Tuincentrum Leurs kieken. Dan vindt ze heel veel foam in de boom. En omdat het op een hele natuurlijke manier gedecoreerd is met takken, ziet het gewoon ontzettend leuk uit. Wel in combinatie met de ballen. Ja, de bal blijft altijd een eyecatcher in een boom. Maar het is gewoon ontzettend leuk om het anders te doen, door allemaal andere dingen erbij te hangen. En wanneer is die kerstshow? Oh, die hebben we al maanden. Dat heb je al maanden? Oh, ik heb het gemist. We gaan altijd eind september op. Dus. Vanaf eind september al hangen bij u al de ballen in de boom. Ja. Wanneer zit ze hem toe, de kerstboom? Mag ze er wel iets langer mee? Ja, direct naar Sinterklaas. Direct naar Sinterklaas. En jij, Wilfred? Ik denk ook direct naar Sinterklaas of net iets ervoor. Sorry. En dan ook de bonte boom met de bonte kleuren. Ik ga dit jaar inderdaad echt voor echt lekker alles door elkaar heen. Lekker kleurrijk, gewoon leuk. En de foam natuurlijk. Ik kom je nu meehelpen, want ik ben niet veel. Dus ik heb lekker gewacht tot het einde. Ja, we zijn hier met aan het einde van deze aflevering komen. Morgen is er een bijzondere uitzending van Limburg vandaag, namelijk opgenomen in de Intratuin in Heerlen. En onder andere is dat er als Peter Noten. Die is namelijk jurylid voor de Johnny Kraankamp Award. Dus vooral allemaal kijken. Morgen weer naar Limburg vandaag om 4:00. Nou, wat kan ik doen? Iets vastplakken? Doe ze wel. Maar dan wat ik toen straks al zei, dan gewoon dit? Doen waar of dat je zelf denkt waar of dat het goed is. Waar ik zelf niet denk nadenken. Niet nadenken. Dat is waar of dat we het net over hadden. Zo, kijk, hoe lang? Oeh, dit blijft plakken. Moet ik heel lang blijven hangen. Ik help je. We gaan eruit. Ik moet heel plakken. Dames en heren, dankjewel. Blijf je plakken? Nog niet. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den en Beek, Ofoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver.